Ik vraag me af wat er dan zo mis is met deze kleur. Ik vind het zo grauw. Ik vind dit geen kleur. Grauw is grijs, hè? Ja. De brug wordt, ja, RAL 1014 noemen ze het. Een beetje RAL 1014? Ja, ik hoorde dat er ook nog veel tegenstanders zeggen waren. Ja, niet iedereen kun je altijd gelukkig maken, maar het is volgens mij een fantastisch compromis tussen een donkere kleur en wat de bewoners graag wilden, namelijk wit houden. Nou, neem maar afscheid van de witte brug. Nou, kijk, hij wordt in ieder geval niet zo donker als eerst het plan was. Hij gaat nu een stuk lichter worden, dus een beetje... Het is weer zo'n middenweg, hè? Ja, nee, maar kijk, dat is Nederland, hè? Het land van compromissen en daar moeten we het vaak mee doen. Bizar is gewoon, de wethouder baseert zich op een brug die hier ooit in de 17e eeuw heeft gestaan, die mogelijk bruin is geweest. En het kan natuurlijk niet de reden zijn om dan nu deze brug, die in 1983 is gebouwd, 1983, om die dan weer bruin te verven. Dat staat nergens op. Hij is er pas vanaf 1983, dus waarom je dat... kleuren uit de middeleeuwen moeten hebben, dat is mij geheel en al onduidelijk. Het is een replica van een brug die er al eeuwen eerder lag. En daarom hebben we ervoor gekozen om, net als bij alle andere bruggen, ook hier wel die historie terug te brengen. Waarom zo ontzettend veel commotie om één klein brugje uit 1980? Ja, dat is een goede vraag. Het Leids kleurenpalet, dat is een boekwerkje waar al die kleuren in staan. Die RAL 1014 staat daar niet in. Hoeveel uur bent u er nu al ongeveer mee bezig om hem idyllisch wit te houden? Heel lang eigenlijk. Eigenlijk voor de zomer al zijn we mee bezig. Vraagt u zich wel eens af, waarom doe ik dit? Om dit te behouden. Het kleur wit te behouden. De mensen die niet willen, zijn op één hand te tellen. Dus wat mij betreft verhuizen die buiten de singels en laten we wit mooi binnen de singels. Spierwit, is dat dan mooi? Een beetje ongezellig, toch? Nou, wit is niet mooi, maar een crème is wel mooier. Dus crème? Ja. Toch? RAL 1014? Ja. Ik vraag me af wat er dan zo mis is met deze kleur. Ik vind het zo grauw. Ik vind dit geen kleur. Grauw is grijs, hè? Ja. En als het overdag in de winter... Geen kleur? Overdag in de winter grijs is en het is wit, dan zie je het mooie witte brug. Ja, dus dit is te grijs volgens u? Ja. Dit bruin is te grijs? Dit is te grijs, ja. 95% van de buurt die zegt, we willen hem gewoon wit houden. En wij zeggen van ja, wat wit is, laten we dat wit houden. Waarom niet gewoon wit als duizenden mensen hem gewoon wit willen? Omdat we heel graag ook wel doorzetten op het verder versterken van het historische karakter van de stad. Dus 1000 handtekeningen werken niet? Jawel. Maar er wordt toch niet geluisterd helemaal? Nou, we luisteren heel goed. En dat is ook precies de reden waarom we niet gaan voor de donkere kleur, maar voor de meest lichte kleuren die we kunnen toepassen. Maar geen wit? Geen wit. Lichtgeel. Ik ben verwonderd over dat je zo'n actie moet voeren als buurt om een kleur te handhaven zoals die is. Hij gaat van wit naar bruin, maakt niet zoveel uit. Uw haar gaat van bruin naar wit. Wat maakt het allemaal uit? Weet je, een verandering, dat maakt toch niet per definitie lelijker? Nou, vind ik wel, want nu zie je het accent met de omgeving dat die brug veel zichtbaarder is. En als die bruin is, is die... Beige, hè? Wordt niet meer bruin. Nee, ze hebben nou twee kleuren bij elkaar gegooid. Ze hebben wit en bruin bij elkaar gegooid en dan krijg je beige. Het is een soort compromis.